dat kennen we nou mooi van. Pieter Wening, hij docht het goed in de Ronde van Noorwegen. Hij had juster de tweede etappe op zijn naam geschreven. Kunnen we even een zien. Ja, en Pieter Wening die pakt net alleen nog de etappe-oerwinning, maar pakt ook de leading in het algemeen klassement. Even de ronde van Noorwegen. Hoe belangrijk is deze ronde? Het is in ieder geval de rondes van een land. Het is net een superbelangrijke ronde. Het is tegelijk maar het Giro d'Italia. Dus het zijn alle jongens die het daar net al mooi doggen. Het Roompad werd Pieter mooi dood. Dus de mindere rieders doggen dan mooi? Ik zie net dat het mindere rieders binnen, maar vaak ik ploegen die net uitnodigen worden van zo'n grote koers. En Roompad is net uitnodigen bij de Giro. En mensen die het nieuwe programma hebben, bijvoorbeeld die Boas van Hagen, dat er ik mooi. Het is een Noor natuurlijk, die wil graag in eigen land rijden. Maar het deelnemersveld is natuurlijk wel wat zwakker. Ja. Die Hagen zit trouwens op de vierde plak, hè? Ja, maar dat docht niks aan onder de prestatie van Pieter. Nee, maar wat zei dit over Pieter Wening? Hij is 34 jaar, hij eert hartstikke in de fit. Zo, hij heeft natuurlijk een erelijst inmiddels. Dat onderschatten we misschien wel eens. Maar zien wat Roy won het won. En ik in grote rondes. Maar ik dit soort dingen, dan ga je naar Roompad. Een beetje opbouwen, zogenaamd, op papier. Maar dat geldt voor hem dus net. Maar hij gaat gewoon terug. Maar ik mooie resultaten boeken. Hè. Ja. Hij kan direct denken van, nou, ik fiets mijn rondje en zo even. Maar toch weer zegens. Hij breidt toch zijn erelijst. Maar wat droogt hem dan nog? Ja, hoe etappen heeft hij gepakt? Het is een liefhebber en een prof. Ja. En hij is naar Roompad gong. Nou ja, eigen season, omdat hij natuurlijk net meer bij zijn grote ploeg opdrachten uitvoeren woe. Want dan moest hij toch vaak in zijn eerste van oren rieden. En bij Roompad is hij eigenlijk wel de man. Dus hij maakt wandelen wat hij wil. En dat past wel bij Pieter. Pieter is wel wat een vrijbuiter. Werd hij dan een beste successen boekt. Ja, het wordt nog deze ronde onder mij snijden. Zou hij hem winnen kennen? Ja, hij heeft de leeftijd mooi. Dan ben je mooi 34 jaar. Is toch net oud als hutfietser. Nee. Dus hij moet makkelijk mooi kennen tot zijn 40ste. Ja, maar deze ronde, ik winnen kennen? Zou die op zijn naam komen kennen? Ja. Die etappe van Jules, wie nog bezig? Ik weet net. Ja, nog toch 20 kilometer die jij krijgt? Ja. Maar normaal gesproken met Roompad dat we controleren kennen. Maar goed, hij is bergop niet een van de sterkste. Als jullie dit net wonen. Zo, het mooie is van Pieter Wening, want die fietst altijd hetzelfde, hebben we je woens eerder zijn. Maar het mooiste was dat die jongen gewoon nog 4 lang nog staat trokken. Of 10 hier, die mag nooit ophouden eigenlijk. Kent natuurlijk net. Maar het is bloedwoon mooi om naar te zien. Ja, maar wat typisch is, is dat hij in Nederland krijgt hij net de waardering eigenlijk die hij verzint. Het is altijd rugten op oren renners. Nou ja, hij is knecht. Zijn ze Geesing bijvoorbeeld. Maar ik denk dat Pieter, als die erelijst van Pieter, nu op die vergezinglijst. Geesing is wel in de top 10 eindig in de Tour. Dat wel, maar echt qua overwinningen. Het Pieter een betere list. Ja, maar puur naar prestaties kun je dan misschien wel zeggen dat hij misschien wel de beste hutfietser wie in de historie van Friesland? Ja, dat sowieso. Ik ben een fan van Leo West, dat wist. Maar ik denk dat als het kiezen is, dat Pieter Wening natuurlijk in een roze trui rijdt, een toeretappe won, een Giro-etappe won. Ja, Leo is ik hartstikke goed. We hebben twee toppers echt die tagelijk koersen in Friesland. Maar Pieter is wel, denk ik, de allerbeste. Zoals toch knecht best in het peloton en wat hij toch is. Maar dan krijgt, en ik ben het wel mooi eens, hij wil het onderwerpen. Maar ja, dan stiest nooit in die spotlights. Maar ik kom dat al winst een wedstrijd. Ja. Boetelandse ploeg, dat helpt dan ik. Maar dan ben ik wat uitzicht. Ja, ik ben Rabobank ploeg. Ja, nee, klopt. Waar nooit de kaart Pieter Wening pakt. Daarom is u eigenlijk ook voor niet. Ja, hij had eigenlijk gisteren te lang bij Rabobank zitten, achteral. Die volg je nog wat die media door. Dan krijg ik bij Heerenveen, valt bij Riemer en meer aandacht dan een club zelf. Die akelige media-hack. Zitten we met 3 journalisten aan tafel. Die, of jouwer. Die akelige media-hack.